Trots, hè? Ja! Ja!
Under the surface I was stone. When the walls that I built in the end came. Laura Jansen en Tom Chaplin. Same Heart werd aangevraagd door onder andere Sophie Kleinsman uit Haaksbergen, Koen de Grote uit Hazeswoon in Rijndijk, Agnes Polhout Pauwen uit Wierden, Frits van Beek uit Apeldoorn, de familie van Vuren uit Maassluis, Danielle de Velde uit Schiedam en vele, vele anderen. En ik, ja, we gaan eventjes zo een momentje. Ze moeten door een grote menigte, maar er staat nu een delegatie van mijn oude school. Ik moet wel eerlijk zeggen, het heet tegenwoordig dan het Noordic, maar ik heb nog het laatste jaar van het CLA meegemaakt, het Christelijk Lyceum Almelo. En die hebben een bedrag opgehaald. Maar volgens mij zag ik ook een paar oud-docenten ertussen staan. Dus die moeten zo weer eventjes deze kant. Als jullie de gelegenheid hebben, jongens, om een beetje richting de brievenbus te komen, heel graag. Want het, oh, de deurbel. Dat zal je net zullen zien. Zullen we nou toch eens even krijgen, zeg. Verwacht jij iemand? Het is Hans Klok! Nee! Klok! Hans Klok! In de kijk house. Nou toch eens eventjes. Leuk man, en je bent onwijs druk met de nieuwe show, dus het is wel even tof dat je... Ja, dit was mijn enige vrije dag. Toen moest ik toch nog naar Enschede. Nee. Nee. Ja. Aangevraagd door Sander Reumer. Hij zegt, heren, bedankt weer voor het opluisteren van het kerstseizoen. Elk jaar weer een hoogtepunt. 7 jaar geleden zaten mijn vriendin, die ik toen nog maar een maand of 8 kende, op een strand op een Gili-eiland, Indonesië. We zijn op wereldreis om elkaar te leren kennen. Destree was toen net nieuw en ook de enige die door het kleine cafeetje werd gedraaid. Inmiddels zijn we 2 prachtige kinderen verder. En we wensen iedereen mooi kindergeluk. Succes, groet van Sander. Sander, dankjewel. Dit vind ik een momentje, ik riep net al eventjes, dat er dus een delegatie van mijn oude middelbare school is. Ik zeg nog steeds standaard CLA. Want echt, de dag dat ik afzwaaide daar werd het Noordic. Maar kunnen jullie mij horen eigenlijk? Want voor mij is het een ontzettende bak herrie op dit moment op het plein. Verstaan jullie me een beetje? Top. Hartstikke goed. Nou, vertel even, wie zijn jullie? Kom maar. Wij zijn van CSG Noordic uit Almelo. Ja. En we hebben een actie gehouden voor Serious Request. We hebben 24 uur niet gegeten, zeg maar, glazen school. En we hebben daarmee een geweldig bedrag opgehaald. Ja, iedereen werd gesponsord. Me dunkt zeg, want draag het even voor, hoeveel is er opgehaald? Het is €16.000, 319 en... 92 cent. Hoppa! Ja, echt respect, jongens. Jullie zijn er weer een beetje van bekomen. Zijn we gewoon aan het eten inmiddels? Ja. Heel goed. En wat ik, ja, sorry, wat ik echt heel erg leuk vind, maar mijn favoriete docenten van de middelbare school zijn er ook. Meneer Visser, Knotten en Leijten. Nee, 2 oude zakken en 1 die nog een beetje werkt. Oh, echt waar? Jullie geven geen les meer? Nee joh, dat deed ik ook al niet toen ik nog werkte. Nee, dat is ook wel weer zo. Dat is ook weer zo. Ik zal nooit vergeten de uitleg van Vrooms Hoop, Vroom Sjoep. Dat heb ik dan van u geleerd. Mooi. Dat gaat er nog met. En meneer Knotten, oh, die kon voorlezen als de beste. De grote vriendelijke reus. De literatuur die ik daar heb meegelegd. Wie er allebei trouwens hoor. Echt al die saaie middeleeuwse boeken. Ze werden ineens gewoon boeiend. Wat ontzettend gaaf dat jullie zijn. En Marius Leijt. Ik mag nu Marius zeggen. We zijn nu gewoon van school af. Nu kan het. Dag Michiel. En extra leuk, u, dat zeg ik toch, was ook begeleider van de schoolkrant waar ik toen in werkte. Ja, ik heb nog wat voor je meegebracht. Echt oude voorpagina's van de schoolkrant die ik maakte van het slablaadje. Ik vind dit zo ontzettend leuk. Ik heb deze dingen echt jaren niet gezien, weet je. En wat er ook bij zit, is je afscheidsstrip. Ik weet toch wel dat je in concurrentie met Matthijs Sluiter allerlei strips maakt. Ja, wie dan de mooiste. En dit was dan 10 of 12 pagina's lang of zo. En hij moest dan weer daar overheen. Ja, ontzettend leuk. Het was een intense. Mabulu en Mabana, de oolijke pygmeeën. Ja, ik herken het weer helemaal ja. Wat goed, hè. Wat ontzettend gaaf jullie zijn, maar nog veel toffer, die €16.000. Nou, ik heb het van de week al, ik zag het voorbij vliegen op Twitter. Ik heb het al geroepen, ik ben zo trots op mijn oude school dat jullie dit hebben gedaan voor 3FM Serious Quest. En wij op jou. Echt heel erg leuk om jullie hier te zien. Oké. Okay. Echt heel erg heel tof. Goed, Michiel. Dankjewel. Wat leuk, man. Ja, oude docenten gaan ineens op bezoek. Ik vind het echt te gek. Bijna net zo leuk, maar dan iets anders. Bart-Jan Kuhne met NOS Blit. Het is over 4:55. Bart-Jan. Ja, goedemiddag. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Wij willen jullie wat vertellen. Wij zijn van de Noordic uit Almelo. We hebben 24 uur niet gegeten. We zijn de hele dag op school gebleven en we hebben alle activiteiten gedaan. Zoals... Leven Stratego. Kut, sorry. Verder. Oh, dat is toch het was heel leuk, maar het ging vooral om het goede doel. We hebben ons laten sponsoren.
gisteren en we hebben een onwijs bedrag afgehaald. Oh. 16.000 euro, 319 euro en 92 cent. Hey! Klasse. We'll be right back.
vriendje, nooit meer.